Dwarsvlegels en dwarsvlegelinnen, welkom bij de Oelewaalse Pronkzitting Podcast. In dit bijzondere jaar blikken we terug met bijzondere personen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hebben geleverd aan de Winsterse Pronkzitting. Misschien wel de mooiste avond van het jaar. Zeker een avond die velen voor geen goud willen missen. In deze 11e aflevering heb ik iemand te gast die meer dan 30 keren op de planken heeft gestaan. Altijd een vrolijke noot tijdens legendarische optredens van het Behaarde Koor en Brulto. Klopt dat een beetje, Piet Hanegraaf? Dat klopt, ja. Piet, van harte welkom. Hartstikke fijn dat je ook te gast wil zijn bij deze podcast, de 11e nog wel. Piet, ik begin altijd met een algemene vraag. Wat weet jij nog van jouw allereerste pronkzitting? De allereerste pronkzitting. Wij zijn in 72 zijn wij hier komen wonen. De eerste jaren zijn we niet naar de carnaval geweest, maar de eerste pronkzitting, dat was dat Jo van Sientje prins werd. Het jubileumjaar. Volgens mij 1976. Ik kan altijd Johnny Appel nog altijd eventjes vragen. Ja. Maar best wel gauw al. En weet je nog wat optredens uit die jaren? Wat? Nou, niet echt, maar ik heb altijd de dansgarde heb ik altijd iets, of de dorsvleesdansers waren het, hè, iets bijzonders gevonden. Want die zijn vanaf toen tot nu nog steeds iets bijzonders eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja. En, Jorjan Konings die komt ook nog te gast en die gaat er ook over vertellen. En inderdaad, het is een mooi dat je het aanstipt, Piet. Want die mensen, die meiden doen er heel veel werk voor. En dus ieder jaar is het weer heel mooi wat ze op het toneel brengen. Even kijken, uiteindelijk, of de dorsvleesdansers is gekomen, weet ik niet. Maar uiteindelijk ben je wel geïnspireerd om ook op het podium te gaan. Ja, maar dat kwam eigenlijk. Ton Elbers en Joop van der Dobbelsteen, die traden op. En die deden als schotten, kwamen ze toe. En Wim de Koning, die werd prins. We praten nu over 1981, dacht ik. Toen werd Wim de Koning prins en toen hebben we met de buurt een aantal mensen bij elkaar en toen hebben we s'avonds opgetreden. Dat was de eerste keer dan dat met een pronkzitting optrad. Voor Wim de Koning hebben we een Schots dansje gedaan. Mm-hmm. Nou en van toen, daarna is er over gesproken van Joop en Ton die kwamen daarmee, moeten we een koor vormen en dan met de pronkzitting optreden. Nou en dat is, toen was er volleybal. Buurtvolleybal was er in de Paulus. En toen zaten we zo aan de tap met z'n allen. En toen werd dat eigenlijk, doe jij mee? Zou jij meedoen? Ja, nou, en op een gegeven moment hadden we een aantal mensen bij elkaar. Uit de Katerik natuurlijk. En zodoende zijn we eigenlijk begonnen. Mm-hmm. Uit de Katerik zei je dus. Hoeveel mensen hadden jullie als Behaarde Koor zijnde? Ik dacht 13 totaal. Dan, dat was Ton Elbers, Sjaak Elbers, Ton Meeuwse, Mai Enning, Chris Saat, Jos Willems, Jan Christiaans, Theo de Waal, ik dan, Joop van de Dobbelsteen en Gilbert van de Dobbelsteen. En Wil Hermens, dat was de dirigent. Oké. En ja, Behaarde Koor, waren jullie allemaal zo rijk met snorren en baarden? Met snorren en baarden waren we behoorlijk rijk, maar we hadden een kale kop hadden we opgezet. Dus, en ik had toch al niet al te veel haar, dus bij mij was dat vrij snel met die kale kop. Dus, mm-hmm. Ja. Dat was eigenlijk vanaf het begin liep dat hartstikke goed. Jullie zongen liedjes. We zongen liedjes. Het eerste liedje wat we hadden, dat ging over de Raad van Elf, die allemaal achter ons zaten. En toen werd iedereen genoemd die daar zat. Den Braaiert, noem maar op. Van Kroes zat er, Jan Willems. En Pieter van Os, die was spreker. Dus nou, toen hebben ze allemaal eigenlijk door dat liedje heen allemaal even naar voren gehaald.
Nou, en dat was zo'n succes toen, dat, het, dat we zeiden, nou, we doen volgend jaar gewoon weer. Mm-hmm. En dat is, heeft 10 jaar geduurd. We hadden ook van tevoren afgesproken dat we 10 jaar zouden optreden. En dan zouden we stoppen. Maar ja, het ging allemaal zo goed dat het eigenlijk toen we de 10 jaar gedaan hadden, nog steeds op een hoogtepunt zaten. Maar ja, we zijn toch gestopt. Ja, zolang het leuk was en ja, het publiek het leuk vond, ja, dat kun je het beste doen natuurlijk. Ja, jullie hebben altijd vaak over personen gezongen. Ja, de eerste jaar de Raad van Elf. Maar zijn er nog meer? Nou, we hebben ja, personen. Wim Lam werd vrij regelmatig, want die, had een, die zat in de gemeenteraad. En die had hier in Wits had hij van allerlei activiteiten. Nou, Simon Versluis, die is ook vrij regelmatig genoemd geweest. Maar verder hebben we ook alle, want het schijnt, maar dat heb ik nooit meegemaakt, dat er heel veel mensen een winkeltje hadden in Winsen. Dus, en waar je overal een borreltje kon gaan drinken en zo. Nou, en daar hebben we ook over gezongen. Over, uiteraard over Loeven, Wim Loeven. Dat je, of er nog kaas, of je nog kaas moest hebben. Want dat vroeg je meestal als je de winkel uit, moet je ook nog kaas hebben. En zo, ja, zo daar is dat doorlopend. We hadden meestal een iets van een politiek. En dan, wat wel dorpspolitiek allemaal. En een onderdeel van mensen. Of buurten, ja, noem maar op, alles kwam dan naar voren. Ja, ja, maar ja, ik denk dat mensen ook heel nieuwsgierig waren van, god, wat zullen ze nou weer hebben dit jaar? Ja, dat, en iedereen zat natuurlijk gespitst of hij genoemd zou worden, dus... Dat is zeker leuk. En zo te horen, ja, ik vind het heel leuk al die namen te horen, zeg maar, dat, ja, uit de historie van het dorp. En even kijken, ik heb nog een foto gezien, Piet. En jullie hadden wel een heel mooi koorboek. We hebben een prachtig koorboek. Dat hebben we toen we 10 jaar bestonden. Kijk, hier kun je een, hier staan ze allemaal op. Degene die. Want hier staat Gilbert van de Dobbelsteen nog bij. En die is op een gegeven moment is die gestopt. Dus de klok slaat 8 uur. Dus, ja. Die is gestopt en toen heeft de zoon van Wim de Koning, Leo heeft nog gespeeld voor ons. Mm-hmm. Dus die heeft het eigenlijk mee afgesloten. En dan hebben we een boek gemaakt toen, waar 10 jaar Bahadekoor met alle nummers die we gezongen hebben, dat staat erin. Oh, dat is hartstikke leuk. Dat is, ik denk dat ik daar even wat foto's maak, Pieter, dan voegen we dat toe. Dat, maar ik bedoelde eigenlijk ook met koorboek bedoel ik eigenlijk ook die strips van Belgische makelij. Ja, we hadden als boek hadden we Suske en Wiske. Iedereen. Nou, en daar werd de tekst werd daarin geplakt. En dan zongen we dus, en op een gegeven moment had je, Suske en Wiske is normaal zo dik, maar dan had je hem zo dik. Dus, Ja, dus, Pieter van Os wist zich dat nog heel goed te herinneren. Zeg. Dan kwamen ze met Suskes en Wiskes. En, leuk detail. Dus, en al die jaren ook gedaan. Het Bahadekoor is geroemd. Ja, dat hebben jullie heel goed gedaan. Een initiatief vind ik vanuit de buurtvereniging. Even kijken. Het Bahadekoor stopte dus na 10 succesvolle jaren. Maar ja, er gebeurde nog van alles daarna. Toen vielen we eigenlijk in een leegte. En toen hebben we meteen het jaar erop hebben Kruisen en Mollen hebben we gedaan. Dat heeft maar 2 jaar geduurd. En daarna kwam Brulto. En Brulto is, zijn de eerste, die is eigenlijk in 1988, zijn de eerste die hebben muziekles genomen. Dat is Mai Enning en Lart Verhees, Jan Christiaans. En die zijn toen zo begonnen en die staken automatisch anderen ook weer aan natuurlijk van de groep. En dus in 1994, toen hebben we voor de eerste keer als Brulto opgetreden. Ja, precies. Speelde je al een instrument daarvoor, Piet? Of heb je het echt overgedragen uit de buurt?
Nee, het was in eerste instantie. Ik heb vroeger in Groesbeek heb ik wel getrommeld bij de fanfare. Maar niet zo dat ik daar mee echt op de voorgrond kon trainen. Dus toen heb ik de grote trom heb ik gepakt en die heb ik jaren geslagen. En inmiddels had ik trompetles genomen bij Ulto. En dan moesten we eerst een diploma halen voordat je mocht gaan spelen. Dus toen dat zover was, toen ben ik overgestapt naar de trompet. En de naam Broto, ja, dat is wel een behoorlijke verwijzing in onze koninklijke fanfare. Ja, hoe die eigenlijk ontstaan is, dat is... ik dacht, de zus van Joop van de Dobbelsteen, Anne van de Dobbelsteen, die heeft dus gezegd, het lijkt wel Brulto. En zodoende is die naam toen ook aangenomen. Mm-hmm. Ja, heel leuk. Ja, echt een Winsens Dweilorkest. Ja, dat is heel leuk bedacht. En aan de Dobbel, zeg maar, ook weer een keer benoemd. De vrouw van Piet Peters, toch? Dat was de vrouw van Piet Peters, ja. Ja, precies. Ja, dan weet ik het weer een beetje. Dus, maar... even kijken, ja, jullie begonnen toen met muziek te maken. Dat is weer een keer wat anders, zeg maar. Even kijken. Ik ken jullie eigenlijk vooral, zeg maar, van de. Nou ja, ik in de prongzitting ging en jullie deden altijd tijdens de prongzitting wat, laat ik zeggen, algemene nummers, een beetje om de boel een beetje op te warmen. En dan hadden jullie altijd de knaller. En dan probeerden we een knaller te hebben elk jaar. Ja, ja, goed, het is vaak gelukt. En dat is regelmatig gelukt, ja. Ja. Dat, hoe gingen jullie, hoe bereiden jullie je eigen voor? Hoe gingen jullie, wie waren de creatieve geesten, laat ik het zo zeggen? Nou, het was eigenlijk iedereen, of althans, ik heb dikwijls gezongen. En dan, en Maarten de Dunne, die zocht dikwijls de liedjes uit die gezongen werden. Of gezongen moesten worden. En als we een mooi nummer hoorden, dan namen we dat op. Want daar heb je dan geen muziek voor. Dus die namen we op een bandje. En dan gaf ik dat. Ik had een kennis bij de Marinierskapel. En dat gaf ik aan hem. En hij schreef voor alle instrumenten, schreef hij de muziek. Mm-hmm. En dan kwam hij zondagsmorgens naar Winsen toe. En dan stampte hij dat er... In een dag of in een morgen in eigenlijk. Dus en dat was, hij schreef het zo dat het voor ons goed te doen was. Mm-hmm. Hij voelde dat heel goed aan. Ja, maar goed, het is wel, heb je een fijne hulp aan gehad natuurlijk. Oh, ja, dat is wel weer een hele kunst natuurlijk, het arrangementjes en alles. En, en hoe vaak, want jullie, iedere zondagochtend deden jullie repeteren? Eigenlijk was dat altijd donderdags. Donderdagsavonds repeteerde, maar omdat hij zondagsmorgens kon, dan was het even die dag, was het zondagsmorgens. Maar verder hadden we altijd repetities op donderdag. Ja, precies. Ook in het Ulto-gebouw? In het Ulto-gebouw, ja. Ja. Dat is, en op een gegeven moment, goed, je zei net zelf ook, dat is ook gezongen. Jij hebt regelmatig gezongen. En, Maarten de Dunne trouwens ook, die kon ook, en Harry Wattenberg kan ik me natuurlijk herinneren. Die had eigenlijk wel goede zangers in huis. Ja. En Harry Wattenberg kwam er natuurlijk veel later bij. Maar Maarten de Dunne was er ook vrij snel bij eigenlijk. En we hebben ook liedjes samen gezongen. En dat was, het was altijd, probeerden we dat het een beetje toppers werden. Mm-hmm. Als ik eventjes in mijn eigen geheugen ga graven, natuurlijk Cupke van de Haneman, leeft Cupke van de Haneman nog. Ja. Na aanleiding van het afscheid van Cupke de buurtredner, even kijken, Sanseveria, de Slauwe Juin. En over Bijwa hebben we nog een lied gehad. En het Prieten dan, dat was... een hoop herrie en verder, iedereen vond het leuk, dus... even kijken, jullie deden natuurlijk uit de prongzitting, maar tijdens carnaval kwamen jullie natuurlijk nog wel meer spelen. Dan kwamen we ook, we hebben ook regelmatig dat we maandagsavond speelden. Maar ja, het kwam ook niet altijd uit, want we werden ook toen de tijd dikwijls gevraagd om ergens anders te gaan spelen. En dat hebben we dan ook. We hebben in Kuik gespeeld. We hebben in de Noordoostpolder gespeeld.
Daar stonden we in het voorprogramma van Vader Abraham. Dus dat was een. Toen hebben we voor een hele volle tent moesten we spelen. Was hij een bijzondere ervaring eigenlijk. Ja, dat kunnen maar weinig mensen naar zeggen. Dat, Die man heeft toch menig nummer 1 hit achter zijn naam staan. Dat is leuk eigenlijk. En even kijken, zijn jullie nog een andere plaats in de regio geweest? Ja, naar Kuik gingen we dan. Naar Ewijk. Nijmegen hebben we vrij veel moesten we spelen. Altijd ook bij die voetbalclub van... Oh, de Trekvogels. De Trekvogels. Ja, die hebben altijd een groot carnavals... Die hebben een heel groot carnavalfeest. En daar hebben we ook jaren achtereen gespeeld. Ja, precies. Ik denk dat die mensen niet allemaal zullen weten eigenlijk dat even kijken, ja, goed, volgens mij ook met de Smalens, op de receptie, volgens mij kwam je ook altijd nog wel even een keer. Daar kwamen we ook langs, dus dat was een vaste prik dat je dan alle recepties afging. En dan gingen wij spelen. Mm-hmm. Dus, de vrolijke noot. De vrolijke noot, precies. En dat lukte altijd goed. Even kijken, hoe is het? Brood heeft vorig jaar zijn 2019 zijn laatste optreden gehad. Is de laatste optreden geweest, ja. Gebeurt er nog wel iets op het muzikaal gebied, Piet? Of is... Nu spelen ze nog zo. Ja, ik ben ik speel niet meer. Mm-hmm. Ik ben er in 2014 ben ik ermee gestopt. Ik had het eigenlijk. Ik had het eigenlijk wel een beetje gezien. Mm-hmm. Maar de anderen die zijn nog steeds, repeteren nog steeds. Er zijn niet zoveel optredens meer, maar. Het is. Maar ja, voor de lol is het. Elke donderdagavond nog gaan ze daar mee naartoe. Mm-hmm. En in het begin was het zo dat mochten er geen vrouwen mee doen. Want het was... Dat is wel leuk om te zeggen. Cynthia is op de achtergrond mee, volledig mee in te stemmen. Ja. Ja, toen mochten er geen vrouwen meedoen, maar er waren toch een aantal vrouwen, net zoals Dini Verhees en Cynthia natuurlijk. Die hadden wel... die konden wel muziek spelen. En... soms dan waren we te weinig mannen en daar mochten ze wel meedoen. En met het grote werk mochten ze niet meedoen. Dus op een gegeven moment werd daar toch over gestemd. En is daar overeengekomen dat ze erbij mochten. Ja, ja, hartstikke leuk. Ja, stilgestaan uiteindelijk dat er nog echt dat het alleen maar mannen gebeurt. In de begintijd. Natuurlijk, ja, misschien dan wel. Maar het is een goed geëmancipeerd aan de hemel van deze tijd. Ja, we zijn wel met de tijd meegegaan toen. Zeker weten dat. Piet, even kijken. Ja, goed. Dus 2014 is ook jouw laatste optreden geweest. Ja. Mijn laatste, ik heb nog toen Brulto stopte. Mm-hmm. Toen hebben ze gevraagd of ik nog één keer... mee wou doen en dat heb ik toen ook nog gedaan natuurlijk. Dus 2019 heb ik ook nog mee opgetreden. Ja, ik wou zeggen, ja. Want je hebt, je kunt bepaalde, kun je nog één keer doen? Dat zal niet meevallen. Dat zit allemaal veel vaster als dat het er toen zat natuurlijk, maar ik zal het proberen. Oh ja! Ja, geweldig. Pieter zit nog steeds goed. Zit nog steeds goed. Vermaard. Dat is weinig mensen die dat zo kunnen. Even kijken. Laatst keer op het trainen heb je hem volgens mij toen ook nog een keertje gedaan. Ja, heb ik toen nog gedaan. Dat verwachten de mensen dan natuurlijk. Even kijken. We hebben natuurlijk wat mooi wel teruggeblikt. We kijken ook een beetje vooruit. 6 februari komt de digitale pronkzitting eraan. Het is natuurlijk allemaal een beetje onwennig, maar gaan jullie kijken? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Dat hebben we tenminste wel in de agenda gezet. Dus we hebben het ook een e-mail eraf aan gehad van de carnavalvereniging. Dat je dat... een nummer krijgt of hoe het precies gaat, weet ik niet, maar we komen daar wel uit, denk ik. Ja, anders kunnen altijd bellen, Pieter. Ja. Hoe beleef jij de carnaval, pronkzittingen, tegenwoordig, zeg maar? Ja, het is nog steeds mooi, want sinds dat we ermee uitgescheiden zijn,
of dat de Brutto niet meer speelt, gaan Cynthia en ik ook weer naar de pronkzitting. Mm-hmm. Dus, maar dan in de zaal. Valt dat een beetje, Piet, na zoveel jaar op? Ja, dat valt toch. Het is wel een lange zit. Dat, mm-hmm. is, en dat had je dan, als je daarboven zat, was dat toch een heel anders. Want ja, je kon een keer opstaan en lopen en een biertje gaan halen. En als je zin had om te praten, dan kon je naar de gang gaan, bij wijze van spreken. Het was daar toch, en het was altijd gezellig boven. Ja. Dus, want daar zaten alle artiesten en... Ja, dat was een hele leuke sfeer altijd. Dat was een hele leuke sfeer, ja. Ja, ja. En ook heel leuk positief op naar elkaar. Iedereen gunt het elkaar ook anders. Wel. En wat ik van Brulder ook nog even wil vertellen. We hebben altijd, hadden we om de zoveel jaren, hadden we een uitje. Mm-hmm. Dus daar zijn we met z'n allen naar Groningen. Dan bleven we daar een aantal dagen. In Groningen zijn we geweest. We zijn naar Valkenburg geweest. En dan hadden we daar, probeerden we op te treden. En... dan de nodige lol en te maken. En we zijn naar Spanje geweest. Daar hebben we ook een optreden gehad in Lorette Mar. Mm-hmm. En daar moesten we optreden voor. Moesten we of elke keer zaten we. Dat was een zaalvoetbaltoernooi. En daar werden we uitgenodigd. En. Dat was een internationaal, want daar zaten, deed je Belgen mee, daar deed je Spanjaarden mee uiteraard, Nederlanders. En nog een Duitsers geloof ik. En daar moesten we steeds, moesten we in ieder geval zorgen dat we alle volksliederen kenden. Mm-hmm. Van de deelnemers. Dus dat hebben we ook allemaal nog voor die tijd bestudeerd. En toen zijn we met de bus naar Spanje gegaan en daar hebben we een week... hebben we dat voetbaltoernooi begeleid met ook de nodige dat we in dancings gespeeld hebben en op de boulevard en het was één mooi een geweldige ervaring. Feest. Ja. En hoe kom je daar toch, hoe is Spanje toch bij Brulto terecht gekomen? Nou, er was een Nederlandse een café-eigenaar daar in Lorette Mar en die had een of andere, die overal muziek exploiteert eigenlijk, hadden ze in de arm genomen en die kwamen bij ons. En toen hebben we, een jaar voor die tijd al hoor, en toen zeiden we van nou, dan zullen we eens dan gaan we sparen ervoor. En toen hebben we een jaar gespaard en toen zijn we, hun regelde de bus en dat soort dingen allemaal. En toen zijn we naar Spanje. Ja, geweldig toch? Ja, was geweldig. Ja. Ja, jij zei net van, toen je nog op de trom speelde in Groesbeek, ja, was het niet voldoende om op de voorgrond te treden, maar je bent er maar mooi, echt maar mooi in Spanje jouw kunstje mogen doen. Het is dus eigenlijk allemaal nog helemaal goed gekomen. Ja, dat is allemaal goed gekomen. Ja, leuk om te horen. Ja. Jullie hadden een leuk vriendschappelijk stijl, uit de kat, dat vind ik ook wel bijzonder. We hebben er heel lang van mogen genieten. 25 jaar op het podium geloof ik, hè? Zo'n beetje. Dus vanaf 2000 of van 1994 tot 2019. Dus dat is een aardig een aardig eind. We zijn er vooraf van. Er zijn natuurlijk mensen die heel veel opgetreden hebben, maar de aantallen waar ik hier zo je hoor je niet veel, moet ik zeggen. Dat is wel meer dan 30 keer. Dat is wel een hele prestatie. Maar ik hoop dat je er 30 keer van genoten hebt, Piet. Ja, we hebben er al die tijd goed van genoten in ieder geval. Het was altijd een mooi. Tevoren was het heel mooi. Bijvoorbeeld met Beradekoor was dat we de eerste week van september... dan kwamen we allemaal samen bij Joop van der Dobbelsteen. Mm-hmm. En daar werden dan... wat voor een soort muziek we gingen doen. Of we kinderliedjes deden, of kerstliedjes, of Sinterklaasliedjes, of dat soort dingen. En dan werden de onderwerpen werden gekozen en dan werd er gezongen. Ja. Dus dat is best wel een lange voorbereiding wel. En dat is ook wel gezellig natuurlijk. Maar, ja. En bij Brulto was er natuurlijk elke... daar werd op een gegeven moment... donderdags werd er dan over gepraat. Wat zullen we doen? Dat doen en doen. En Maarten kwam dan met de nummers. En...
Dan in het begin deed Laat Verhees nog wel eens schrijven. Soms schreef ik zelf de dingen. Met Ton Kupke van de Haneman heb ik samen met Ton Elbers. Mm-hmm. Hebben we die tekst geschreven toen. En ook opgetreden met Ton toen. En ja, ik zei al, Laat Verhees deed het. Later deed Theo Jansen, toen die bij Brulto kwam. Toen nam Theo dat over en die schreef de nummers eigenlijk en de woorden. En, Ja. Theo heeft, ja, is goed met de pen natuurlijk. Ja, heeft, ja. Wie deed het eigenlijk bij het Behaardekoor de liedjes schrijven? Bij het Behaardekoor deed als je het kon, mocht je het zelf het onderwerp schrijven. En degene die het niet deed, deed Laat Verhees het. De meeste liedjes deed je zelf. Ja. Voor degene die het kon. En Laat zorgen voor de rest. Dus, Ja, op zich, dat is allemaal goed gegaan. Dat klinkt heel leuk. Het is zowel het Behaardekoor is toch een monumentje in de Winterse pronkzitting geschiedenis, laat ik het zo maar even zeggen. Brult natuurlijk een hele mooie lange staatsdienst en altijd een vrolijke noot in de pronkzitting. Ja, ik spreek op persoonlijke titel, maar een dweilorkest, ik miste het wel afgelopen jaar. Het is even een fijn, luchtig feestmoment wat we altijd hadden. En ja, nu even niet meer. Misschien dat er weer een nieuwe groep opstaat, wie zal het zeggen? Ja, die hebben misschien de band, ik weet het niet. Maar het is over het algemeen is dat het als je het geheel bekijkt, wordt het allemaal minder natuurlijk met de dweilorkesten in Nederland, laat maar zeggen, of hier in het carnavals gebeuren. Er zijn er dus niet, ja, dat neemt allemaal af, of het zijn allemaal ouderen die dat doen. Of je hebt hele goede groepen van jongeren bijvoorbeeld, van wat Achma bekend bent, dat was ook iets aparts natuurlijk. Mm-hmm. En het wordt toch steeds minder dat je dweilorkesten ziet. Je zou het iedereen aan kunnen bevelen, denk ik. Ja, ja, het is echt de moeite waard om. Je hebt altijd in ieder geval iets te doen. Ja. Ja, maar dat was geloof ik jou toch een probleem, Pieter. Maar leuk om te horen. Dat jullie nog door het hele land heeft gebracht en tot in Spanje zelfs. En dat maak je anders niet gauw mee. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is heel leuk geweest. En, dat vond ik ook heel leuk om te horen. En ik denk dat de mensen het ook leuk vinden om te horen. Piet, mag ik jou hartelijk danken voor dit hele leuke gesprek. Ik ben veel wijzer geworden. En ik zou zeggen, ik wil jou hartelijk danken voor jouw jarenlange bijdrage. Ik heb er zelf ook regelmatig als gast in dezelfde mogen genieten. En ik hoop je nog regelmatig tegen te komen in het Honk van de Katrekken natuurlijk, of andere carnavalsactiviteiten. Ja, nou, dat hoop ik zelf ook. Dus hartstikke mooi. Ik heb het graag gedaan. Nou, hartstikke leuk. Bedankt. Ja.